Naast de Fina Bank, die haar jaar succesvol heeft afgesloten, heeft ook de Surichange Bank een goed jaar achter de rug. Bankdirecteur Terence Gonish spreekt van een moeilijk jaar vol uitdagingen, niet alleen voor de samenleving, maar ook de financiële sector van Suriname. Gonish staat daarbij, hij meent dat zijn instelling er ook alles aan heeft gedaan het eind van het jaar een goed resultaat te kunnen boeken. Ik moet zeggen dat wij ondanks alles toch een heel mooi jaar hebben kunnen draaien. En dat veel van de projecten die we hebben ingezet om onze bank, laat me zeggen, naar een ander niveau te brengen. Hè, dichter bij de behoeften van de klant. Dat die dus gestaag zijn voorbereid. En dat er in 2024 veel mooie dingen gaan gebeuren. Wat positief is geweest is dat we op macro-economisch gebied wat stappen voorwaarts hebben kunnen maken. Dat is een beetje te merken aan de inflatie die inmiddels begint te dalen. Dat is te merken aan de wisselkoers die gestabiliseerd is en inmiddels zelfs een beetje gedaald is. Het is te merken aan het feit dat de overheid erin geslaagd is om grote leningen te herstructureren. Met als gevolg een verbetering in onze rating. We zijn er nog niet, want de rating die we hebben, ondanks de verbetering, is nog niet wat het wezen moet. Maar het is wel al een stap in de goede richting. Surichange Bank stond al langer dan 3 decennia bekend om een bank die overmakingen tussen Nederland en Suriname onderhield. Na ruim 35 jaar is dat niet meer mogelijk vanuit de bankinstelling, onderstreept Gonish. Nou, in ons geval zijn wij gestopt met het overmakingsverkeer, het remittanceverkeer voor gelden van mensen in het buitenland naar mensen hier in Suriname. Dat heeft te maken met de problematiek die zich in Nederland rondom de BV heeft afgespeeld. Het is natuurlijk een setback voor de Surinaamse samenleving, maar vooral ook voor de partners in deze die het transactieverkeer deden, namelijk onze bank en de banken en de partijen in het buitenland, die een money service company is, geen bankinstelling. Dus dat is natuurlijk te betreuren, ten meer omdat we het jarenlang hebben gedaan en het altijd goed is gegaan. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, onze instelling is solide genoeg om zonder die activiteit door te gaan. En dat hebben we denk ik meer dan bewezen het afgelopen jaar. Surichange Bank is in 2023 bezig geweest met het uittesten van een nieuw banksysteem. Dat als alles spik en span op zijn plaats is, in 2024 zal worden uitgerold, meent Gonish.